Lekker charmant weer. Dat ben ik en mijn naam is Sabine en samen met mijn blije hoofd heb ik er super veel zin in om jullie mee te nemen op avontuur naar Poolreg samen met Beter Uit. Hopelijk krijgen jullie door mijn vlog een beter beeld van Beter Uit en laten we dit avontuur maar eens beginnen bij onze buschauffeur Bert. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik even jullie aandacht? Hier spreekt de chauffeur, mijn naam is Bert en we zijn onderweg voor jullie vakantiereis. Ik heb even een paar huishoudelijke regeltjes. Deze bus, ieder zin is voorzien van veiligheidsgordels. Dit is bij wet geregeld dat het verplicht is om ze te dragen. Dus wens jullie prettige reis. En als je nou allemaal doopnamen hebt, kan je reisleider misschien wel lichtelijk in de war raken met wat je roepnaam nou precies is. Welke roepnaam? Sabine. Sabine. Stop nummer 1, Nederweert. Even de bus uit. Hallo. Hallo. Sorry hoor, dit is de camera. En ik ben Sabine. Waar kom je van? Janne Marije. Echt al van die namen waar ik nog nooit helemaal gehoord heb. Maar ja. Oké. Mijn ouders zijn vroeger samen. Ik ben het uitnemend al. Ik doe mee aan de vlogwedstrijd van Beter Uit. Sorry, jouw naam was ook weer? Janne Marije. Leuk! Oké, hallo! Hallo! Ja, ik ga het zijn. Robin! Ja, een beetje, ik ga een heel klein stukje doen. Ja, zeker, ik vind het prima. Mijn arm wordt uiteindelijk ook vast. Het klinkt heel erg. Wat denk je dat het is? Account manager. Het doet mij heel erg denken aan cijfertjes en computers. Oké. Nee, wat in principe gewoon vertegenwoordigd. Nou, weer wat geleerd. Toch tikt de tijd gewoon weer verder en zijn we aangekomen bij onze volgende stop. Oké, het is nu 7 uur. Het is nu dus even tijd om een uurtje lekker te eten. Nou ja, wat lekker is anders. Wat hebben we hier? We hebben een McDonald's. Natuurlijk. We zijn nu in Duitsland, geen idee waar. Dit is Judith. In de buurt van Salzburg. En dat is in de buurt van Salzburg. Ja, goed. Oh, ik heb moe jongen. Ik ga echt vreten. Wat ik altijd grappig vind aan een McDonald's is, ze hebben altijd weer wat anders in elk land. Een geschmacksvoortreffer. Ja, lekker. Toilet nummer 3. Kijk, deze man gaat gewoon door de kinderingang. Because he's a child of God, you know? We can stop him. Zo, en na een hele nacht doorrijden door Duitsland, door Oostenrijk, door Slovenië, zijn we uitgekomen bij het prachtige Kroatië, dichtbij ons stadje Poreč. Het is nu 8:45, we zijn hier nu al 1:45 en we staan in de supermarkt. Een van mijn favoriete dingen als ik op vakantie ben naar een supermarkt gaan in Duitsland. Het is af en toe even schrikken aan de prijs als je dan zeg maar euro's gewend bent. En dan zie ik ze te kijken. Bijvoorbeeld dit.
En dan denk je echt van, joh, 11 euro voor een zakje Haribo. Maar je moet het wel een beetje omrekenen. En dat heb ik nog niet helemaal in mijn systeem zitten. Op zoek naar broodje. Broodje. Lekker. Kijk, alles is zo... satisfaction. Kijk, die... Kijk hoe dat gespiegeld is. Daar ben ik zo blij van. Dan ben ik er gewoon helemaal gelukkig. En na het lekkere broodje krijgen we van onze reisleider Wilco een introductie met wat do's en don'ts. En natuurlijk wat informatie over de excursies. Ik heb hier twee informatiemappen. Er staat precies hetzelfde in. Daarin staan de excursies. Kijk het even rustig door wat je wil. Nou, iedereen is druk bezig met het uitkiezen van zijn excursie die hij gaat doen. Iedereen heeft al wat gegeten en het is helemaal leuk, gezellig. Mensen doen spelletjes met elkaar. Ik heb zelf net ook gedacht van nou, ik kies wat leuke excursies uit. En dat heeft me toen wel even keer nog een keer doen beseffen hoe dankbaar ik beter uit eigenlijk ben voor deze ontzettend unieke kans. Waarbij ik mee mag doen. Dus bij deze nog even een dikke shout-out naar Beter Uit. Dat ik hier mag zijn. Dat ik mee mag doen aan deze wedstrijd. Hartelijk dank. En we gaan er een onwijs toffe vakantie van maken met elkaar. Ja. Auto! Oké, jongens. Kijk, dat is de enthousiasme wat je wil. Daarom gaan we ook met Beter Uit op vakantie, toch? Niet? Tuurlijk! Hey. Tada! Een spiegel! Bedden. En twee aparte bedden. Dobber dan, mooie Imië. Mijn naam is Saudra. Ik denk dat Saudra onze schoonmaakster is. Oh, hier. Haha, ik trek te snel conclusies. I am responsible for the tidiness and cleanliness of your room. I wish you a pleasant stay. Thank you, Saudra. There are we very happy with. We waren hier dus, moet je even bedenken, wij waren hier dus al vanochtend om... 7 uur, toch? 7 uur. Ja. Maar hoe laat is het nu? Het is nu 3:30. Dus zo lang hebben wij gewacht om eindelijk onze kamer in te kunnen. Kijk, we hebben zelfs gewoon allemaal een eigen kledingkast. Echt super chill. Een koelkast. Tadaa. Met een vriesbakje. Oh, ook nog. Dan hebben we hier glazen. Oh, wauw. Dan hebben we hier borden. Ah ja, hier zit ik in. Van, hè? Hey. Hey, en een afvalbakkie. Ja. Ook handig. Helemaal gesetteld. Veel te veel kleren mee natuurlijk. Jongens, hebben jullie het wel een beetje naar je zin? Ja hoor. Sowieso. Super. Nog heel even relaxen voordat we gezamenlijk de dag afsluiten. Ik wil eerst een klein stukje lezen en daarna heb ik 2 vragen voor jullie. En die mogen jullie in groepjes van 5 aan elkaar beantwoorden. Oké, okay, een stukje uit Handelingen 17 vers 26. Een stukje gaat erover dat God wil dat we hem zoeken. Wat betekent God voor jou in je dagelijks leven? Dus hoe zoek jij contact met God? Zullen we bij de reisleider beginnen? Ja, precies. Hij leent de lijn. Hij weet de antwoorden. Ja, ik zit bij het dagelijks leven, ja. Ik zit bij een Christelijke studentenvereniging, dus we hebben sowieso elke dinsdagavond dat we kring. Dus ook Bijbel lezen, bidden. Ik zit ook ik heb op een evangelische middelbare school gezeten. Nou, ik heb met Pinkster heb ik blijmis gedaan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het is best wel lastig om het contact vernieuwend te houden, zeg maar. Soms lijkt het zo snel zo'n regelmaat. Ja, en soms dan heb je een hele mooie kring gehad en dan heb je echt weer het gevoel van ja, ik heb er wat nieuws ontdekt van God ofzo. En dat is wel heel vet. Ik in mijn dagelijks leven dus gewoon veel bidden. Ik lees de Bijbel niet zo heel veel eigenlijk. Ik ben ook niet zo heel erg lang tot geloof gekomen, dat is niet zo lang geleden. Ik ben in kerk gaan opzoeken, want ik ging elke zondag naar de kerk. Echt de eerste dag dat ik daar was, dat was echt een warm bad. Dat was echt heel fijn. Toen had ik zoiets van, oké, want de kerk was eerst helemaal niet relevant voor mijn leven. Ik ging altijd naar hele saaie kerken waar ze niet gericht waren op jongeren. En deze kerk was het wel. Dus ik was helemaal blij. Zo, dat waren mooie gesprekken. En na gebeden te hebben, zijn we lekker gaan eten. Bandje.
euro. 2 het is tijd voor wat watersport. Waar is jullie enthousiasme nou? Oh. Kijk, dat wilde ik hebben. Nou, we zijn dus in Storitz nadat het water gebeurde. Terug waar we waren. En nu heeft dus 3 kwartier vrije tijd. En we gaan straks heerlijk uit eten bij restaurant Sarajevo. Althans, ik ga ervan uit dat het heerlijk is. We gaan het zien. Eventjes wat winkels gezonden. Ik heb dus 2 bierpullen. Het lijkt net, of het is lijkt net alsof de bier zit, maar het zit in de rond. En die ga ik dus vlak voor de jongens op de tafel laten vallen en kijken of ze stikken. Boys, ik heb extra bier. En dat is Dino. We hebben echt lokaal eten, is dat toch? Ja, lokaal eten. Weet je wat je moet zeggen? Als je moet eten hebt, heb je geleerd in mijn 3e week. Zeg je yes, lekker smikkelen. Bij deze, wij gaan dus lekker smikkelen. We hebben een shotje. En we mogen met z'n allen tegelijkertijd een shotje doen. Dan krijgen we van de eigenaar. Het ruikt een beetje naar lijm en kauwgomballen tegelijk. Proost tot deze week en dat zeg je in deze dag, Sibli. Sibli! Goedemorgen, het is alweer donderdag, de 4e dag van onze vakantie. Ik heb hier een ticket van de Vlietfietsmeren in mijn handen. Gisteravond was het echt super gezellig. Na het eten nog even een ijsje halen. We hebben nog 3 verschillende clubs gezien waar we ook de rest van de vakantie met korting drankjes kunnen drinken. We hebben er zin in. Wil je hier nou meer van zien? Zorg er dan voor dat je deze film een dikke duim geeft. Maar misschien vind je het allemaal heel erg spannend. Dan denk je, wow. Dan klik je toch lekker op die smiley van wow. Vind ik ook goed. Maar zorg er in ieder geval voor, als je dit leuk vond, dat ik volgende keer weer terugkom met vlog nummer 2. En dan kan je zien hoe mooi het hier is op de Vlietfietsmeren. Vlietfietsmeren. Mooie meren. Ik heb spraakgebrek, want ik heb maar 3 uur slaap gehad vannacht. Thanks voor het kijken naar deze video. En I hope to see you in my next one. Joejoe!